Hi, ik ben Kees Nijenhuis van Manta.com. Ik wil jullie graag wat laten zien over de demontage en montage van een cassette. Om te beginnen moet je het wiel uit de fiets halen en let er daarbij op dat het voorderieur op het kleine blad staat, achter ook op het zwaarste verzet. Je zet de achterrem open, dan kan de band goed tussen de remmen door en je haalt de snelsluiter los. Trek het achterderieur ietsjes naar achter toe en op deze manier kan je hem goed uit de fiets halen. Nou, dan haal je de snelsluiter eruit. En dan komt de keuze van gereedschap. Er zijn twee passingen, Shimano en Campiolo. Het verschil is de breedte van de tandjes. In dit geval hebben we een Shimano cassette. En neem ik een Shimano sleutel. Deze steek je in de sluitring. En je neemt de kettingzweep. Een kettingzweep zorgt ervoor dat de cassette stil blijft staan op het moment dat je hem losdraait. Nu is de sluitring los. En kan je de cassette ervan afhalen. Er zijn twee soorten passingen qua cassette. De eerste passing is Shimano. Daar zijn wel twee soorten en dat is 10 speed en 11 speed. Maar vaak staat dat op de body geschreven. De andere passing is Campiolo. Bij Campiolo zie je veel grotere groeven en dat zie je dus ook terug in de cassette. De cassettes zijn niet met elkaar uitwisselbaar en ook niet op elkaars groepen te gebruiken. Om de cassette te monteren moet je even goed opletten op de vertanding van de cassette en op de body. Die past namelijk maar op één plek. En je schuift ze helemaal door naar achter. Kijk daarbij wel eventjes of de cassette de spaken niet raakt. Als laatste monteer je de sluitring. Op de sluitring staat dat je hem moet sluiten tot op 40 Nm. Nou, dat is veel kracht, zeker op zo'n aluminium sluitring. Aangezien de meeste mensen geen momentsleutel hebben, zou je dus gewoon deze sleutel kunnen gebruiken en hem echt heel goed vasttrekken. Dit beperkt ook het invreten van de cassette op de body. Nu is het wiel klaar om weer gemonteerd te worden in de fiets. Dankjewel.